Hallo allemaal, ik ben Jo Wino en welkom bij de 25e aflevering van mijn Pro Cyclist carrière met Pro Cycling Manager 2018. Vandaag gaan we ons vierde seizoen afsluiten en uh, het enige seizoen dat we gereden hebben bij Wallonie, Bruxelles. En uh, dat gaan we doen met de. Uh, Memorial Frank van den Broeke ofwel Bench Chimay Bench en dan natuurlijk ook onze laatste doelstelling van het seizoen en dat is de Giro del Emilia Internazionale. Deze keer ben ik wel aan het opnemen en niet zoals in de vorige aflevering dat ik uh, plotseling uh, door had dat ik niet meer aan het opnemen was. Maar uh, eerst gaan we natuurlijk eens kijken wat we sinds de laatste wedstrijd gedaan hebben en dat was... Uh, of de laatste aflevering dan. Dat was uh, Ploeg hier, de Bretagne Classic, waar we tweede werden. Dan hebben we natuurlijk de Brussel Cycling Classic gereden, ofwel Paris brussel en we werden daar de derde. Dan nog een Reds ere plaatsen In de Tour de Duy vijfde, tweede en de Grand Prix de Wallonie die we trouwens al gewonnen hebben. En de grote prijs Jeffs Herens in Leuven werden we achtste en dan nog eens een tweede plaats. In de Tour de lyon metropole een ja, toch een vlakke wedstrijd. Dus toch wel tevreden dat we daar tweede konden zijn. En uh, ja, dan eigenlijk uh, de makkelijkste wedstrijd. Dan een koers van tweede categorie. En dan werden we 105e. Maar dat kwam omdat we in de finale ten val gekomen zijn. Gelukkig zonder echt. En uh, dan heb ik het peloton maar laten rijden. En we gaan ons dan ook focussen op deze laatste twee wedstrijden. En dat zijn zoals eerder al gezegd de. Bench-Chimay-Bench-wedstrijd en de Giro del Emilia. De tweede zal ons iets beter leggen dan de eerste, want daar leggen er we toch wel een paar heuveltjes in. En Bench-Chimay-Bench is het uh, redelijk ja, vlak, eigenlijk wel een klein beetje hoogteverschil in de finale. Maar we zullen zien of het genoeg is om het verschil te maken. Vind je deze serie trouwens leuk? Is zeker niet om een like te geven. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Klik dan ook op de rode knop en vergeet zeker het belletje niet, want dan krijg je een melding als er een nieuwe video online komt. Iets minder dan 30 kilometer nog. En uh, ja, we zitten in het peloton, een voltallig gegroepeerd peloton. Trouwens geen vluchters meer, dus die massasprint zal er wel aankomen. En wij hebben twee helpers ter te onze beschikking gekregen. En dat zijn Heinrich Gausler en Tosh van de Zanden. Dus eigenlijk wel twee goede helpers. Want de Hooster heeft wel niet echt veel sprint meer. 68. En uh, Van der Zande is iets sneller. 72. Dus die gaan we kunnen gebruiken als sprintaantrekker. En uh, ja, dat zal nodig zijn. Want we zitten wel met een grote concurrentie. Als we eens kijken hier, dan zien we dat Fernando Gaviria meedoet. 84 sprinten. Elia Viviani 83. Daniel Hulgaard, ook 82. Zetten we hier nog van die grote sprinters, Jansen? Nee, geef maar 71 dus niet. Dat zullen de drie grootste zijn, maar ook uh, de Belgische semi zoals Boekmans. De Haas doet mee. We hebben Marcus die ook kan sprinten, Gibbons natuurlijk. Jasper de Buis kan sprinten, Kenneth van Rooij, oud ploegenoot van ons, kan zeker sprinten 78. En ook deze Martin Gomez. 75, maar heb ik uh, al een paar keer gezien. En die moeten we zeker in het oog houden. Want, die staat tweede in het uh, Continental Tour klassement. En wie staat eerste? Jawel, dat zijn wij. Wij staan eerste in het Continental Tour klassement. Dat zullen we zometeen wel eens bekijken na de volgende wedstrijd dan. Als uh, het seizoen afgelopen is. En hopelijk gaan we dan nog altijd aan de leiding kunnen staan... Want uh, ja, het is natuurlijk leuk om dat klassement te winnen. En het was eigenlijk de bedoeling om dat te winnen ook. Als we tekenden voor Wallonie-Bruxelles. Ah nee, een valpartij, een valpartij. We vallen hier gewoon op 14 kilometer van het einde. Hoe is het mogelijk? Kom aan, recht staan, recht staan. Kunnen we nog terugkeren? We gaan snel in het wiel van Goussler. En Goussler mag gas geven. Kom aan, Heinrich. We moeten nog naar voren, maar dat zal niet lukken, natuurlijk. We zijn veel te dicht bij de streep. En uh, ja, aan 95 en hoogst, we moeten er eigenlijk al bij raken, want anders, uh, ja, we zijn er aan voor de moeite. Wat een domper. Wat een domper. En nu hopen dat die Martin Gomez natuurlijk niet al te veel punten pakt. Want uh, ja, anders uh, zijn we onze leidersplaats kwijt en dat. Continental Tour Klassement. Het zou natuurlijk leuk zijn om dat te winnen. We hebben natuurlijk wel nog een kans. en de, de laatste wedstrijd. De Giro del Emilia. Maar dat is een lastige uh, wedstrijd natuurlijk. Dus, en hier opnieuw een valpartij. Opnieuw een valpartij. Maar we zitten veel te ver. We zitten op 3 minuten. En ja, de wedstrijd is al afgelopen. Dus ja... Het is onmogelijk om hier nog een goed resultaat uit te halen natuurlijk. We gaan wel nog sprinten, maar uh, ja, eigenlijk voor Pietsnot. Want uh, ja, dat heeft natuurlijk uh, geen tal. Want we eindigen maar op een 96e plaats. Dus onze laatste twee wedstrijden 105 e en 96e. Dat is natuurlijk wel heel slecht. En eens kijken waar onze concurrent zit. Lazaro Martin Gomez, 17e. Dus dat valt wel nog mee. Die zal niet te veel punten gepakt hebben. En als we dan kijken naar dat klasment. Dan zien we dat we nog altijd aan de leiding staan. We staan nu 14 punten voor op uh, Lazaro Martin Gomez. Maar we moeten natuurlijk ook nog opletten voor Guillaume Martin van Aqua Blue Sport. Die zal waarschijnlijk ook wel nog punten kunnen pakken. Want als we kijken naar zijn stats. Dan zie je dat we, hij toch redelijk goed is. 80 klimmen, 76 heuvels. Dus uh, ja, we zullen... Kijken of we hem kunnen afhouden of niet. En uh, ja, de beste manier daarvoor is natuurlijk een goed resultaat rijden in uh, de Giro Del Emilia. Maar eerst eens zeggen dat we ook een niveau gestegen zijn. Niveau 19 ondertussen. En uh, uh, voor onze stadsleven dat uh, niet echt heel veel verschil op. Uh, onze uithoudingsvermogen is natuurlijk wel gestegen. Maar uh, ook onze sprint is één puntje omhoog gaan. Maar voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. Hopelijk als we naar niveau 20 gaan gaat de sprong iets groter zijn zodanig dat we onze kopmanschap kunnen opeisen bij onze volgende ploegteam team en Jumbo natuurlijk. Maar nu gaan we door naar de volgende wedstrijd en dat is de Giro del Emilia. We gaan de laatste 30 kilometer in en er is nog steeds een koproep van 8 renners en we zitten hier op de laatste klem en we gaan ons eigen tempo eventjes rijden. Zodanig dat we zo min mogelijk energie verliezen, maar toch wel vooraan kunnen blijven. En daarvoor gaan we toch wel redelijk uh, zwaar in de inspanning moeten gaan. Zetten we op 89 en we gaan kras ons laten beschermen, want dat zal nodig zijn. Voilà, en we blijven hier in de kop van het peloton zetten. Al vind ik 89 inspanning wel redelijk veel al op dit moment van de race. Voilà, gaan we nu gewoon blijven zetten. En voilà, dan gaan we eens kijken wie daar allemaal vooraan zet. En we gaan dat zo moeten doen natuurlijk. Andrita zet op 1 minuut. En uh, de leden zijn Capeki, Lumley, Juhel, Beersens, Lendrik, Hoei en Rossa. Niet Diego Rossa, maar een andere Rossa. Dus uh, ja, die zullen, zullen in principe ingehaald moeten kunnen worden. En uh, dan gaan wij natuurlijk proberen om zo dicht mogelijk te eindigen. Een top 10 zou leuk zijn. Een top 5 nog leuker. En ja, het beste is natuurlijk gewoon die overwinning pakken. En uh, ja, we gaan kijken of dat mogelijk is. Nog drie keer die beklemming moeten we doen. En we gaan een klein beetje naar voren als het kan. Want uh, als we zo achterin moeten beginnen, verliezen we veel te veel krachten. En ja, we kunnen niet opschuiven. Nu misschien nog een beetje. Jawel, nu gaan we een klein beetje opschuiven. Maar ik zet toch nog niet waar ik wil zetten. Maar nu kunnen we. Bijna door, en ik zeg maar, die Dimension Data renner laat ons niet door. Dan gaan we aan de andere kant proberen. Hier zit er ook iemand van Dimension Data, maar die laat ons wel door. En Krass kan ons nog beschermen, maar we moeten toch wel verder naar voren, want uh, we zitten hier niet echt goed. Daarvoor reden ook renners van Lock is dat waarschijnlijk, ik denk het wel, de vervanger van uh, Katusha. En we zitten nog steeds in het peloton, al is het niet echt uh, heel overtuigend, want uh, ja, we zitten hier toch maar wat achteraan te bangelen. Dus zo snel mogelijk naar voren, en die Movistar-renner zit hier in mijn weg, wie is dat? Mike Soleil, dus die heeft ook al moeite. Dat is goed nieuws dan, want uh, wij hebben toch nog een redelijke hele balk over, maar we moeten echt wel vooraan raken. En voorlopig lukt ons dat nog niet. En ik heb geen zin om uh, nu een hogere inspanning te doen, want dan zal ik veel te veel van mijn rode balk verliezen. En die zullen we nog nodig hebben, zeker op die laatste beklemming. Maar nu zetten we redelijk vooraan, moet ik zeggen. En uh, we zitten in de top 10 en dat is goed genoeg. We kunnen hier eventjes blijven zitten. Nog een uh, peloton van 24 renners, Dus uh, ja, en we zitten opnieuw al achteraan. Dus gaan we opnieuw onze inspanningsmeter aanleggen en op 89. En ik vraag me af voor wie dat uh, Lokooi dat doet. En daar is het uh, Daniel Martin. Daniel Martin doet ook mee. Dus uh, ja, het wordt wel zeer moeilijk om te winnen. Nu gaan we wel een klein beetje onze inspanning verhogen. Want dat zal moeten als we willen mee kunnen met die toppers. En ze reden daar weg. Ze reden daar weg. Kunnen we volgen of niet? Kunnen we volgen of niet? We moeten hier proberen aan te hakken. En uh, voilà, dat is net gelukt. En we zijn met 5 renners weg. Maar nu ga ik wel wat recupereren zodanig dat onze rode balk uh, opnieuw aanvult. Want uh, anders is het niet echt nuttig. En we zitten in principe met 5 renners, maar je zaten hier gedubbelde renners tussen. En nu komt Scott aansluiten. En hier hebben we nog Brambilla, Kelderman, Ventura en Daniel Martin. Dus. Uh, het wordt moeilijk, moeilijk, moeilijk om te winnen. Maar we gaan het toch proberen. En voilà. We gaan eens kijken of we goed vooraan kunnen beginnen. En niet aan 95 nog natuurlijk. Eerst 89. Zodanig dat we hier toch wel redelijk vooraan kunnen beginnen. Energiezel gaan we nemen. En we gaan meteen als de klem begint. Maar nu nog niet natuurlijk. Hier achter die bocht beginnen de klem. En we gaan dan aan 95. Nog even wachten. Kunnen we nu? Jawel, we kunnen nu al gaan. Gaan we deze wedstrijd kunnen winnen? En daarmee zullen we hoogstwaarschijnlijk ook de Continental Tour op onze naam schrijven. Zal het lukken of niet? Zal het lukken of niet? Kelderman gaat sterk. Kelderman gaat sterk. Maar we zullen zo meteen nog een sprintje moeten kunnen inzetten. En dat gaan we nu doen. Gaan we naar de zee of niet? Nee, we hebben te vroeg gesprint. We vallen compleet stil. Maar gaat er iemand over of niet? We moeten naar de andere kant kijken. Voorlopig nog niet, denk ik. Nee, nee. Zetten wij hier een kop? Ah oh nee, er is iemand weg. Dano Martin is al weg. Jammer, jammer. Het wordt dan een tweede plaats waarschijnlijk. Jawel, een tweede plaats. Opnieuw een tweede plaats voor ons. En uh, ja, toch wel knap gedaan van ons. Misschien gewoon te vroeg die sprint ingezet. En misschien ook iets te vroeg uh, tempo gereden. aan het ben van dat klemmetje. Maar met die tweede plaats zal onze eindwinst in de Continental Tour wel een feit zijn, denk ik dan. En dat is zo, want we hebben nog een paar punten erbij genomen, natuurlijk. En uiteindelijk redelijk vlot de Continental Tour gewonnen. Niet dat we daar iets mee zijn of zo. Maar het is natuurlijk leuk in ons laatste seizoen op dit niveau. We winnen uiteindelijk met een voorsprong van 159 punten. Guillaume Martin, geen punten meer gepakt, wordt derde. En Kenneth van Rooij, nog een vierde plaats het uh, Nog een goed slot van het seizoen gereden blijkbaar. En uh, ja, volgend seizoen is het natuurlijk uitkijken naar de nieuwe ploegen. Want zoals je hier ziet, uh, zijn er twee ploegen die van de Continental Pro Divisie, Divisie in principe naar uh, de World Tour komen. En dat is Amora Evita Pro, toch wel een verrassing. En ook Team Felbermayr. Eigenlijk ook een verrassing. Dus we gaan eens kijken hoe die ploegen er nu zullen uitzien. En bij Amore Evita is er natuurlijk wel al een redelijk verrassende naam opgedoken. Want uh, die heb ik al gezien. En uh, we gaan eens kijken. Hier gaat dat zo zijn. We gaan eerst naar de Continental Pro Amore Evita. En je ziet bij de nieuwkomers Peter aan tisch Dus dat zijn echt wel toppers dat ze binnengehaald hebben. Ze zijn wel Roger Dennis kwijt aan de Emiraten. Maar uh, met uh, Sagan en Benoot halen ze toch wel twee toppers binnen. Ook die Leo Vincent is redelijk goed. Ook maar 25 jaar. En eens kijken. Die heuvelspecialist hier, Botont Ook uh, ja, redelijk uh, op zich nog niet indrukwekkend. Dan gaan we eens kijken naar Felbermaier. Wie zij gaan binnenhalen. Christophe Daniel Martin. Ook uh, Conrad Gessner. Een uh, zeer sterke sprinter. En dan hebben we ook nog Jonathan Dibben. Dus echt wel goede renners ze binnenhalen. Sivakov is wel weg naar Porto, maar ik ver, begrijp echt niet waarom. Hij heeft 82 klemmen kan dus perfect op de World Tour mee en gaat dan naar Porto. En uh, ja, dan gaan we ook eens kijken naar onze ploeg voor volgend seizoen en dat is natuurlijk uh, team Lotto en Jumbo. En uh, ja, je ziet, we zijn daar een van de betere ploegen, uh, een van de betere renners liever. En uh, er zijn ook nog een aantal andere goede renners binnengehaald, zoals Marcel Kittel, maar dat zal dan voor de sprint zijn natuurlijk. Joseph Hedok is binnengehaald, ook een uh, Belg, uh, vooral een t-trader, de Belgisch kampioen trouwens denk ik. Uh, Tom Burley, een andere t-trader, en dan hebben we ook nog Elmar Reinders en Peter Koning die binnenkomen. Wel, spijtig is dat uh, de twee Nederlandse sprinters uh, Dylan Groenewegen en Danny van Poppel gaan vertrekken weer naar Quickstep. Van Poppel naar Roompot. Dus uh, voorlopig ziet de ploeg er zo uit dus. En uh, ja. Met uh, Kittel van Aert. En mijzelf zetten we redelijk goed denk ik. Uh, in uh, alle domeinen kunnen we wel iets. De sprint. De kasseien. En uh, de heuvels. Dan uh, missen we enkel natuurlijk nog een rennen, Maar dat moet George Bennett dan maar oplossen. En uh, Kruiswijk zit hier ook al niet meer zie ik. Dus uh, ja. Het wordt volle bak op Bennett. Misschien Antoine toch ook. Hoeveel heeft hij voor de klemmen? 77. Eh, niet goed genoeg natuurlijk voor een grote ronde. Maar eh, ja, we zullen dat wel zien volgend seizoen. Hoe dat gaat in de volgende video natuurlijk. Voor vandaag wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.